Hartelijk welkom bij het gesprek met de burgemeester. Burgemeester, welkom. We gaan een paar punten hebben we op de rol staan. Dat is het groen in de gemeente, de zonnepanelen. We hebben een mooi project dat heet Blue Energy. En we gaan het over de meeuwenoverlast hebben, want dat kunnen we nu een beetje terugkijken. Maar laten we beginnen met het groen in de gemeente. We staan op de top 5 van de minst groene gemeenten. Laten we eens beginnen. Wat is de rol van de gemeente eigenlijk wat betreft het groen van de gemeente? Nou, de rol van de gemeente is daar natuurlijk best wel groot in. Hè. Als het gaat over groen in de wijk, we hebben allerlei speeltuintjes. Hè. Dus op het moment dat een wijk wordt aangelegd, dan willen wij als gemeente ook dat het een leefbare wijk woont. En dat kinderen daar op een goede manier kunnen opgroeien, dat ze daar ook kunnen bewegen, een beetje kunnen sporten. Dus daar treffen wij voorzieningen voor en er hoort ook groen bij. Ja. Het college was een beetje ontdaan van de vaststelling door Wageningen, die dat onderzoek hebben gedaan, dat we tot de 5 minst groene gemeenten horen, nummer 4 om precies te zijn. Van waar die schrik dan? Nou, ik weet niet of dat het echt schrik was, maar ja, het is natuurlijk zo dat Katwijk enorm veel inwoners stelt op relatief beperkte oppervlakte. Rijnsburg en Valkenburg ook, misschien iets minder, maar Katwijk C zeker. Er wonen heel veel mensen die ook niet van het dorp af willen. En dat vertaalt zich ook in hoogbouw, hoogbouw met 4, 5 verdiepingen, waar relatief weinig groen tussen staat. Ja. En het belangrijkste voor de inwoners is, dat, en ik kom natuurlijk nu, ik ben 4 maanden geleden begonnen uit Twente. En daar zie je juist een hele groene omgeving. En daar is het heel belangrijk om een tuin te hebben. Maar hier is het ook heel belangrijk om een woning te hebben. Want de woningnood is hier natuurlijk gigantisch. En als er moet worden gekozen tussen een woning of tussen een grote tuin, dan wordt er gekozen voor de woning. Ja, dus wat kan de gemeente doen? Wat gaat u als college voor initiatieven nemen om toch meer groen in onze gemeente te krijgen? Nou ja, die mogelijkheden zijn beperkt, hè, want we hebben bestaande situatie. Dus er zijn gewoon wijken die al ingericht zijn. Overigens is er in de hele gemeente natuurlijk wel groen, want er is natuurlijk, we hebben volop duinen en we hebben ook wel wat buitengebied. Maar als je echt kijkt naar de kernen, daar is relatief weinig groen. En wat wij daarin kunnen doen, is ook de mensen aanbevelen, adviseren, dat ze dus hun straten, dat ze hun tuinen groener maken. Ja. Want je ziet niet alleen het probleem met het groen in de wijk, maar je ziet natuurlijk ook het probleem met wateroverlast, zoals dit nu ook weer. Als je een hoosbuik krijgt en iedereen heeft alles bestraat, dan kan het water niet weg en dat komt allemaal op het riool. En dan heb je dus ook hele grote problemen met je afwatering. Dus om die reden ook is het belangrijk om open stukjes te hebben. Ja. En om een stuk, om de mensen te helpen bij het verder groen maken van hun tuinen. Ja, want er was een klein onderzoekje gedaan op de Parklaan. 5 jaar tijd was er 37% steen bijgekomen. Ja, dus de verantwoordelijkheid ligt dan ook natuurlijk. Hè. We klagen wel als bewoners, maar dat ligt ook aan de bewoners zelf blijkbaar. Als er zoveel groen verdwijnt, omdat mensen zeggen, ja, ik heb liever een makkelijke steen als een tuin die ik moet doen. Ja, nou ja, dat is heel jammer. Ik zit zelf nu ook in een huis wat eigenlijk helemaal, waar de tuin helemaal versteend is. En ik mis het groen. Ik mis de bomen en de bosjes. En, dus dat moet komend voorjaar wel wat groener worden. Dus je gaat de mouwen opstropen. Maar ik vind het ook leuk om in het weekend even in de tuin bezig te zijn en wat te snoeien. Maar goed, daar moet je wel van houden. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, dat is duidelijk. Een ander punt is dat er worden zonnepanelen. Dat is een beetje een rekenverhaal is dit. Maar misschien kan ik het samenvatten. Er is voor zo'n 300.000 euro worden er zonnepanelen in Katwijk aangelegd op het zwembad en op het gemeentehuis. Daar zit gelukkig wat subsidie op. Maar uiteindelijk wordt er maar, en dan sorteer ik het waarschijnlijk, een paar duizend euro per jaar bespaard aan geld, aan uitgaven voor energie. Waarom wordt er zoveel geld uitgegeven om eigenlijk zo weinig aan kosten te besparen? Ja, je kan duurzaamheid kan je natuurlijk bekijken vanuit de financiële kant. He, van wat kost het en wat levert het op. En dan zijn we eigenlijk in Nederland of in heel de wereld zijn we nu nog niet efficiënt bezig. Want
fossiele brandstoffen is nog steeds goedkoper dan duurzame stof, dan duurzame energie. Maar we hebben met elkaar gezegd van de aarde wordt warmer. Hè, het is broeikaseffect. Het heeft allerlei consequenties, misschien ook wel op het weer. En met elkaar hebben we gezegd, we willen die opwarming van de aarde beperken. En het liefst natuurlijk tot stilstand brengen. En dat is noodzakelijk voor om hier ook in de toekomst goed te kunnen wonen. Nou, daarvan afgeleid heb je dan een aantal keuzes van hoe ga je daarmee om. En de belangrijkste keuze is energie besparen. Dus je huizen goed isoleren, zuinige auto's. Maar uiteindelijk gebruik je dan nog steeds fossiele brandstoffen. Dus het alternatief is duurzame energie. En dan denk je aan windenergie, zonne-energie. En zonne-energie op een dak is natuurlijk een hele mooie plek om iets aan duurzaamheid te doen. Je hebt het dak toch al. En wat is er mooier dan op die plek zonne-energie neer te leggen? Ja. Nou ja, en dat past ook in het coalitieakkoord. Dat zit ook in het coalitieakkoord van dit huidige college. Om te investeren in duurzaamheid. En dan is, je bouwt nu een heel groot zwembad, nieuw zwembad. Dan is het logisch dat je op dat moment ook nadenkt, hoe kan ik dat zo duurzaam mogelijk maken? Ja. Het was eerst een wat kleiner project op het zwembad, dat is duidelijk uitgebreid. Hè? Een paar honderd vierkante meter, bij wijze van spreken, is er bijgekomen. Ja. Waar is die omslag van? Dat is een bewuste keuze geweest, ja. Omdat die technologische verbetering van die zonnepanelen zo snel gaat, dat het eigenlijk zonde is om 2 jaar geleden al met de aanbesteding dat mee te nemen en dan nu dan met verouderde zonnepanelen op het dak te zitten. Dus wat er, is echt bewust gewacht tot zo laat mogelijk en tot tot we in december of januari gaat het dak erop en dan moeten gelijk die zonnepanelen mee. En dat zijn de nieuwste? De nieuwste, ja, absoluut de nieuwste. Met het hoogste rendement. Ja. En daar krijgen we dus ook een forse subsidie op van het Rijk. En daarmee 122.000 euro. Ja, 122.000 euro. Met elkaar maken we de afweging van, we willen niet alleen maar fossiele brandstoffen. We willen ook die richting van die duurzaamheid op. En wat is er dan slimmer om op het dak van zo'n zwembad zoveel mogelijk zonnepanelen te zetten. Ja. Dus wat is en het gaat niet om het geld zozeer. Hè, het is natuurlijk mooi dat het iets oplevert. Maar het gaat vooral om dat we als Katwijk ook onze bijdrage willen leveren aan het terugbrengen van het broeikaseffect en aan het verbeteren van de duurzaamheid. Ja, en is dat echt zo groot? Dus u zegt eigenlijk van we geven zoveel geld uit, want het is uitgave voor de panelen, 2,5 ton. Er komt nog 150.000, even grofweg gezegd, aan subsidie bij, wat uiteindelijk ook overheidsgeld is. Hè, dus we geven pak een beetje iets meer dan 500.000 euro uit om de panelen op het dak te krijgen. Onderhoud moet er gepleegd worden. Ja, dat kost ook energie, ook brandstoffen uiteindelijk. En het levert wat aan geld op. Maar uiteindelijk is de grootste overweging, zegt u, is geweest om fossiele brandstoffen uit te sparen. Ja, een zwembad kost heel veel energie. Hè? Een van de grootste kostenposten van een traditioneel zwembad is naast het personeel, is de energie. Ja. En op het moment dat je die energie kan vervangen door zonne-energie, ben je op een hele goede manier bezig. Ja. Heeft Katwijk eigenlijk nog een norm opgelegd gekregen? Mogen wij als Katwijkers, als gemeente dus, een bepaalde hoeveelheid energie uitstoot hebben? Ligt dat ergens vast in een wet? Of zijn we aangesloten, want we moeten doen aan normen? Dat zijn Europese afspraken. Ja. In het kader van Parijs ook. En daar is in dat klimaatakkoord afgesproken hoe ver de aarde nog op mag warmen en wat ieder land gaat doen om te voorkomen dat we daar bovenuit komen. Dus wat er nu al aan investeringen moet worden gedaan. Andere Europese landen zijn verder, ook omdat ze bijvoorbeeld waterkrachtcentrales hebben, andere energiebronnen gebruiken. Dus daardoor lopen wij in Nederland achter en Nederland moet nu een inhaalslag maken om die afspraken te halen. Maar het zijn geen keiharde afspraken, er staat geen boete op, maar we hebben allemaal de intentieverplichting om dat te gaan halen. Ja. Wat zouden we deze zonnepanelen zijn allemaal gesubsidieerd door de overheid. Hè? Is het zo dat de gemeente daar een speciale rol in heeft? Krijgen zij een uitzondering of krijgen de bewoners, kunnen die ook een subsidie krijgen op dit soort zaken? Het was juist zo dat in het verleden vooral bewoners aanspraak konden maken op subsidie. En dat gemeentes heel lang gewacht hebben, omdat ze zeiden, ja, die regelingen, die subsidieregelingen zijn alleen maar voor de particulieren en niet voor bedrijven en overheden. En nu is die regeling ook overgesteld voor overheden. En nu wordt het dus ook veel aantrekkelijker om ook die slag te maken voor overheden. Ja. Ja. Zijn er nog meer, staat er nog meer op de rol eigenlijk wat betreft het plaatsen van zonnepanelen binnen de gemeente, waar dat kan?
Wij zijn constant op zoek naar mogelijkheden. Dus op het moment dat er op gemeentelijke gebouwen een renovatie plaatsvindt, kijken we of dat we daar zonnepanelen kunnen plaatsen. Dus de hele duurzaamheid is echt, de gemeente is doordesemd met het aandacht voor de duurzaamheid. En dat zit, en dat doen we door voorlichting te geven aan sportverenigingen, aan bedrijven, aan particulieren. Maar dat doen we ook door te kijken van wat kan er bijvoorbeeld nog op onze eigen daken. Okay, ja, dus je ziet het ook wel terug in de gemeentes. Hè? Er zijn inderdaad huizen waarbij daken inderdaad nu belegd worden met panelen. Ja. Maar dat zou dus eigenlijk nog wel beter kunnen. Ja, er zitten gewoon subsidies op. Er zitten subsidies op en ja, ik zou iedere particulier ook willen vragen om daarnaar te kijken of dat hij op zijn huis geschikte plekken heeft om zonnepanelen te installeren. Ja. Want dat is best wel interessant. Ja. Wanneer wordt het zwembad, heeft hij al een datum in uw agenda staan? Ik heb nog geen datum in mijn agenda, nee. Maar het is volgens planning ergens april, mei volgend jaar. Ja, dus. Ja, de bovenbouw wordt nu gedaan, zag ik. Het stalen geraamd wordt neergezet, begint wat meer vorm te krijgen. Ja, zeker. En dan gaan de panelen erop. Nou, Ik ben benieuwd wanneer dat wat het gaat opleveren, hoe het zwembad eruit komt te zien. Ik ook. En als we zijn nu toch over duurzaam bezig. Dat is ook een heel mooi project. Dat is Katwijkse Blue Energy. Wat wilt u, college, gemeente, in het regeerakkoord? En toen ik dat las, dacht ik, nou, dat is pittig. Het regeerakkoord. Daar wil Katwijk in staan. Kunt u eens uitleggen, wat is het Blue Energy project? Nou, allereerst, Blue Energy is, heeft te maken met eigenlijk stroomverschillen tussen elektriciteitsverschil tussen zoetwater en zoutwater. En als je die twee naast elkaar hebt, dan kan je ook elektriciteit opslaan. Dus het gaat niet om het hoogteverschil tussen het zoet en het zoutwater. Het gaat puur om het elektriciteitsverschil tussen zout en zoet. En daar wordt een proef mee gedraaid bij de Afsluitdijk. Daar zijn naar de toekomst toe mogelijkheden voor. Het voordeel is dat je elektriciteit kan opslaan, dat je een soort batterij maakt. Hè? Want in een batterij werkt het eigenlijk ook zo. Heb je ook een plus en een min, heb je ook aan de ene kant positief en aan de andere kant negatief. Dat doe je nu met zoet en zoutwater. En je maakt dus een soort batterij van het water. En dat betekent dat de wind waait maar af en toe. Dat je die grote elektriciteitsproductie van die wind tijdelijk op kan slaan in die batterij van zoet en zoutwater. En dat je die kan gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. Hoe ziet dat eruit dan? Hoe gaat de uitwatering vol onder stroom? Ik ben geen techneut, dus ik weet niet de details van het project. Maar ik weet dus dat het op basis van potentiaalverschillen is. En waarom vindt u dat dat dan in het regeerakkoord moet? Want dat is toch nou, omdat het iets een flinke klap, hè? Ja, het is iets van innovatie. Het is iets van de toekomst. En je staat nu aan de basis. En op dit moment hebben we gewoon niet het geld om daarin te investeren. En je wil dus geld hebben om die nieuwe technologie, om die van de grond te krijgen. Maar waarom? Oké, dan is mijn vraag, waarom dan in Katwijk? En op welke plek gaat dat plaatsvinden? Dat is hier bij de monding van de Oude Rijn. Ja. En, het is een hele mooie plek, omdat je daar dus echt pal naast elkaar het zoete, puur zoetwater hebt en puur zoutwater. En dus wij willen dat graag in het regeerakkoord, omdat daarmee dus dat geld beschikbaar kan worden gesteld. Want je hebt die subsidies nodig om die start te maken. Ja. Wat wilt u in het regeerakkoord hebben dan? Dus hoe kan ik me dat voorstellen? U gaat naar Rutte toe of naar andere partijen. En hoe ziet dat eruit dan? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Dan gaat wethouder Knapen, of ik ga met wethouder Knapen mee, want die heeft duurzaamheid in portefeuille natuurlijk. En dan gaan we inderdaad naar de Kamerleden toe, of degene die daarmee bezig zijn. En dan, maar dat doen we niet alleen, dat doen we samen met de provincie en met het waterschap. En dan zeggen we, jongens, we zijn allemaal geïnteresseerd in duurzaamheid. We hebben eigenlijk iets nodig om die elektriciteit tijdelijk op te kunnen slaan. Daar hebben we geen goede oplossing voor. Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn uit de natuur, die ruim voorhanden is in Nederland. Alleen, dat duurt misschien nog 10 jaar om dat goed tot ontwikkeling te krijgen. Ja. En willen jullie ons helpen door ambtelijke ondersteuning vanuit Den Haag, door partijen bij elkaar te brengen, in bedrijven bij elkaar te brengen, en door een stukje subsidie erop, willen jullie ons helpen om dat mogelijk te maken. Ja. En wat is het nut dan om dat in dat regeerakkoord te krijgen? Wat is daar de gedachte voor? Want subsidies, die zijn over het algemeen wel ook
Volgens ons gemeente aanvraagbaar bij de overheid. Nou, waarom wilt u het in een regeerakkoord? Hè? Wat is daar de... Nee, dus dat is natuurlijk de grootste strijd. Wordt vaak gestreden over de verdeling van de middelen. Dus dat is absoluut noodzakelijk om dat aan de voorkant te regelen. Om te weten dat je de komende jaren dus geld hebt voor zo'n nieuwe technologie. Voor het is dus een borg eigenlijk. Wat het is een borg en het betekent dus ook dat als je op het ministerie komt en je zegt van nou, ik wil deze proef doen, dat Rijkswaterstaat meewerkt, want dat het in het regeerakkoord staat, dat de natuurpoot van het ministerie van EZ meewerkt en dat die zegt van ja, het staat in het regeerakkoord, dus we gaan er toch over nadenken. Ja, ja, dan zijn ze eigenlijk verplicht om het te doen. Dus ja. Wat dat betreft zijn we leven eigenlijk als Katwijk ook wel weer op een unieke plek, omdat dat zout en dat... Ja, ligt, zeker. Ja. Het zou niet bij Rotterdam kunnen, bij wijze van spreken. Daar heb je inderdaad veel meer vermenging tussen zoet en zout. Daar heb je niet die strakke scheiding. Oké, dus we moeten... is een mooi voordeel dus dat we hier wonen. Dus het is een borg om te zorgen dat we de komende jaren... En dat is een gezamenlijk project, zoals je net al zei. Ja, van verschillende... In elk geval het waterschap en de provincie. Ja. Maar er zijn misschien meer partijen. Wij faciliteren eigenlijk. Ik denk dat het bedrijf op de achtergrond natuurlijk, dat die technologie heeft, die zal er ook volop aan betrokken zijn. Ja. Dus wij faciliteren, omdat we hier eigenlijk wonen, kunnen we faciliteren. Dat is eigenlijk het voordeel. Ja, maar wij vinden het ook belangrijk. Hè? We zijn ook zelf bezig met duurzaamheid. En voor ons is dit een hele mooie investering in duurzaamheid. Wat ook past bij de Katwijkse schaal en bij de Katwijkse omgeving. Ja. Dus je kan op verschillende manieren, met zonnecellen, met windmolens. Maar dit is echt iets wat hier past. Ja. Ik weet niet of u het weet, maar hoe gaat zoiets eruit zien? Is dat een komt er een gebouw? Of nee, het is maar een klein gebouwtje volgens mij, maar je moet je geen groot bouwwerk voorstellen. Het gaat ook om proeven, maar het is in elk geval geen groot gebouw. Nee, oké. Okay. We hebben heel wat gesproken vanmorgen al over, of vandaag, over duurzaamheid. Een ander onderwerp in Katwijk, ook echt iets Katwijks. Dat zijn de meeuwen. Ja. Dat is een strijd. Die is ontstaan omdat er nogal wat vossen door de duinen lopen. Meeuwen komen bij ons in het dorp. Voedsel is makkelijk bereikbaar voor deze dieren. Maar we hebben er wel heel erg veel last van. Een van de maatregelen die Katwijk genomen heeft is het geven van boetes op het voeren van meeuwen. Nou was ik benieuwd, hoeveel boetes zijn er al uitgedeeld? Ik heb niet het aantal boetes in mijn hoofd, maar ik weet dat er wel boetes zijn uitgedeeld. Toch wel. Ook geverbaliseerd. Als mensen bewust meeuw aan het voeren zijn, dan is dat natuurlijk een hele, hele slechte ontwikkeling. Ja. Aanspreken op gedrag, dat is ook belangrijk. Dat kunnen wij als inwoners doen. Maar wat kunnen wij als inwoners doen en wat kan de gemeente, wat doet die om die overlast tegen te gaan? Nou, de gemeente heeft beperkte mogelijkheden, omdat het natuurlijk onder de meeuwen onder natuurwetgeving vallen. Dus wij mogen niet zomaar meeuwen doden. Maar binnen de wettelijke mogelijkheden doen wij zoveel mogelijk. Dat is bijvoorbeeld het dompelen van eieren, dus in nesten op daken, hè, waar mensen last van hebben. Als ze dat melden, dan komt er een gespecialiseerd bedrijf dat dompelt die eieren in de olie. Dan komt er geen kuiken meer uit. En die meeuw blijft er wel op broeden, dus er komt ook geen ander nest. Een andere optie is verjagen met valken, dus dat zou ook kunnen. En daarmee hoop je dat een stukje van de overlast weg is. Maar het is natuurlijk nog heel belangrijk om te zorgen dat die meeuwen geen eten vinden binnen de bebouwde kom. Ja. We kunnen inderdaad niks op straat gooien, doen we ook allemaal niet, hè. We zijn wel nette burgers. Maar, en dat weet u zelf, dat heb ik al zelf meegemaakt, gezien, je loopt buiten met het ijsje en de meeuw haalt het uit je hand. Dat vooral de toeristen gebeurt dat, hoewel het is mij ook wel eens gebeurd hoor. Ja, mijn dochter ook. Er is nu een koppeltje wat geringd is, die zijn vrij agressief op de Badstraat. Die kunnen we toch gewoon, weet ik wat, vangen, ergens anders neerzetten. Kunnen we wat meer doen als tegen die agressieve beesten? Ja, zouden we dat verder moeten onderzoeken. Dus in eerste instantie is dat niet de optie. Hè? Als een dier echt gevaarlijk is voor mensen, dan denk ik dat we naar een volgende stap moeten gaan kijken. Maar dat moet dan in nauw overleg ook met het ministerie en met de toezichthouders die daarover gaan. Want je mag zeker niet zomaar een meeuw doden. Nee. Dus, wordt het aantal aanvallen vastgelegd eigenlijk?
Wordt dat gemonitord? Nou, ik denk ook niet dat de mensen het melden. Hè. Dus mijn dochter, wij waren hier net in, nog misschien nog wel voor mijn benoeming, in mei. En toen zijn we hier rondgelopen. Toen kreeg mijn dochter ook zo'n aanval van een meeuw over de schouder die haar ijsje meenam. Maar ja, je gaat dan vervolgens niet, voor die 2 euro ga je niet naar de politie toe om een melding te doen. Nee, dus nee. Het is wel goed om te weten wat er nou eigenlijk is. Hè? Want er wordt wel over gemopperd en we zien het ook allemaal. Ja. Maar het wordt dus niet vastgelegd. Nee, want ja, dat is natuurlijk toch een het is heel vervelend en irritant op dat moment. Ja. Maar met elkaar kunnen we natuurlijk dat ook wel weer op een goede manier oplossen. Ik heb begrepen, ik weet niet of dat, ik heb niet gecheckt, maar dat je bij de bakker zelfs een ander ijsje kan krijgen op het moment dat je ijsje gepikt wordt. Dus, Nee, dat is ons ook wel eens een keer gebeurd. Ja. Nou is voor het, we kunnen terugkijken, we kijken ook even natuurlijk vooruit. Hè. De gemeente zegt, er wordt een nestkast neergehangen, schrikdraad en dat soort dingen. Nou, dat schrikdraad, dat geloof ik wel. Ik heb even verdiept in het verhaal van die nestkast en gesproken met een professional op dat gebied die roofvogels houdt en die hier ook in het verleden heeft rondgevlogen met buizerds. Hij zegt een slechtvalk, dat duurt 3 tot 5 jaar voordat hij in een nestkast zit. Dan moet het ook nog een koppeltje zijn. En op het menu van de slechtvalk, er staan duiven en kauwen, maar absoluut geen meeuwen. Heb ik eigenlijk 2 vragen. Dat is, waarom dan toch kiezen voor een slechtvalk? En waarom niet gewoon weer terug met de woestijnbuizers waarmee gevlogen is? Want dat werkt wel. Ja, nou ja, je wil natuurlijk het liefst een inheemse soort. Hè? Dat is de slechtvalk in dit geval. Die zou hier van nature kunnen gaan broeden. En dat is natuurlijk mooi als die hier gewoon tot in lengte van jaren blijft ook. Ja, maar die gaat geen duiven eten. Ja, duiven wel, maar geen meeuwen. Die gaat geen meeuw eten. Nee, maar dat is ook niet per se noodzakelijk. Op het moment dat zo'n slechtvalk boven een meeuw hangt, zal die meeuw zich niet gemakkelijk voelen. Zal die een ander plekje zoeken. Dus je wil daarmee toch die omgeving voor die meeuwen onrustig maken. En daarmee hoop je dus ook dat die meeuwen naar een andere plek gaan om te gaan eten. En niet meer bij het strand gaan zitten of bij de winkelstraat. Ja. Dus, dat proberen we te bewerkstelligen. Het gaat ook om verjagen en niet zozeer doden. Net als met ons eigen beleid. Nee, het mag ook niet. Maar die buisjes, dat heeft wel gewerkt. Het was ook nog een leuke attractie nog eens een keer. Dus, maar dat was toch wel weer een financiële overweging uiteindelijk om daarmee op te houden. Ja, maar dat is ook terecht dat je ook kijkt naar hoeveel geld het kost. Ja. En als je het op een slimmere manier met de natuur kan oplossen, is het natuurlijk altijd mooier dan dat je het met menselijk ingrijpen constant moet oplossen. Ja. Dus. Oké, wat kunnen we als inwoners nu doen? Heeft u nog een goed advies om eens te zeggen van doe dit om de meeuwlast in het komende seizoen. Hè, de kuikens zijn klaar, die gaan over 1 jaar of 2, 3 worden ze volwassen. Wat kunnen wij doen tegen meeuwoverlast? Nou ja, zorg dat er, als er plekken zijn waarvan je weet dat meeuwen broeden, probeer het dan inderdaad lastig voor ze te maken. Geef ook zo snel mogelijk aan als er een meeuw zit te broeden, dan kunnen we de eieren laten dompelen. Dus dan moet gewoon even de gemeente bellen? Ja, de gemeente bellen, dan geven wij dat door aan het bedrijf. Ja. En wat altijd geldt is natuurlijk, zorg dat er geen afval naast de bakken staat. Ja. Want dan is het wel heel aantrekkelijk om dan zie je de meeuwen er gewoon op afkomen natuurlijk. Ja. Dus dan voer je ze bijna. Ja. Okay, dus het ligt ook een taak voor onszelf dan in dit geval. Ja. Ja. Oké, nou, daar is wat te doen. Zijn er nog grote dingen die op de rol staan? Staat er nog iets in de komende maand nog iets te wachten wat we van gaan we de volgende keer eens over hebben? Nou, je merkt natuurlijk de politiek al dat hij al druk bezig is met de verkiezingen. Ja. Dat proces gaat nu achter de schermen beginnen. Wij zijn bezig met de voorbereiding, met hoe kunnen we kijken hoe we de opkomst kunnen stimuleren. Indeling van stembureaus. Politieke partijen zijn bezig met hun lijsten. Met hoe gaan ze hun campagne voeren, programma's. Dus achter de schermen gebeurt er heel veel. En dat zie ik natuurlijk op het gemeentehuis, hoor ik ook van de raadsleden. Dat is een belangrijke. Nou, de omgevingsvisie zijn we volop mee bezig. En dat is ook iets waar iedereen eigenlijk bij betrokken wordt. Een heel mooi proces, een heel mooi participatieproces. Waarbij we echt zaaltjes ingaan in de dorpen, in de kernen. Om te horen van wat willen de Katwijkers, wat willen de Rijnsburgers, wat willen de Valkenburgers met hun dorp, hun omgeving. Ja. Waar moet groen komen, waar moet gebouwd worden, waar moet sport komen en waar moet recreatie komen. Nou, al die plannen die liggen eigenlijk nu voor. Er ligt een heel mooie schets
voor de omgevingsvisie van Katwijk. En dat is, wordt de komende weken en maanden wordt dat besproken. Eerst met de inwoners, okay. Kan je met inloopbijeenkomsten en daarna ook in de raad. Dus vooral naartoe gaan, want we kunnen zelf daar invloed uitoefenen. Ja, als je omgeving. Voor de langere termijn, de komende 10 jaar, mee wil denken van hoe de gemeente Katwijk met alle dorpen eruit komt te zien, moet je nu meedenken. Oké, okay. Nou mooi. Nou, ja. Bij deze de uitnodiging voor iedereen. Ja. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Heeft u nou ook een vraag voor onze burgemeester? Stuur die dan naar burgemeester@rtvkatwijk.nl. Bedankt voor het kijken.